We zijn hier het Kids at the Park, het is het Prins Bernhard Kantoor in Hengelo. Er worden vele evenementen georganiseerd en vandaag is het dus Kids at the Park. En we nemen jullie even mee om te kijken hoe druk het hier is en hoe gezellig het hier is. Voor Sascha Goldenboom van de Sint-Jaansschool. Ja. I've been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Achilles and his gift. Kan je je even voorstellen? Ik ben Sascha Goldenboom van de Sint-Jaansschool. En ik heb weer vandaag meegedaan. Ja. En, okay. En hoe komt het zo dat je hier aan meegedaan hebt? Omdat bij de Sint-Jan mocht iedereen meedoen die in de finale stond. En ik stond in de finale. Ik had de eerste plek. En ik ben 11 jaar. En welke school zit je? Sint-Jansschool. En hoe kom je erbij om hier aan mee te doen? Ik heb meegedaan aan een zang iets op school. En daar heb ik gewonnen. En dit jaar mocht ik helaas niet meedoen. Maar ik heb daar gastoptreden gedaan en die hebben mij opgegeven. Hoi, ik ben Elina Kopman en ik ben een van de organisatoren van Kids at the Park. Een van de organisatoren, jullie doen het met z'n drieën heb ik begrepen? Ja, klopt. Samen met Kim Vollebroek en met Tanja Heerbaat. En hoe is dit idee ooit ontsproten? Inmiddels alweer 5 jaar geleden, want vandaag hebben we ons 5-jarig jubileum. Vonden wij dat een evenement zeg maar, in deze regio voor kinderen ontbrak. En wat is het verschil met deze editie van 2017 ten opzichte van de vorige 4? Dit jaar hebben we voor het 5-jarig jubileum onder andere het Pannenkooitoernooi georganiseerd en de Got Talent Show. Waarin kinderen van diverse basisscholen die hebben zich in de voorrondes op kunnen geven via school. En die mogen nu hun act ten gehore brengen op ons podium. Dus dat is wel superleuk.